1 augustus 2012, een prachtige zomerdag. Al in de ochtend hebben zich duizenden vliegtuigspotters, dagjesmensen, opa's, oma's en kinderen verzameld bij de polderbaan om de eerste commerciële A380-vlucht door Emirates vanuit Dubai te zien landen op Schiphol. De uren van het wachten tot 1 uur 's middags worden gevuld met een voorprogramma, MD-11'je, Boeingtje. Leuk, maar daar zijn we niet voor gekomen. Ik heb het wel gisteren op internet gekeken waar diverse spottersplaatsen zijn. Ja. En ik wilde mijn schoonmoeder meenemen, want die heb ik tot nog nooit gezien, zo van dichtbij. Zo. Maar het is wel toevallig dat net ook deze gebeurtenis vandaag plaatsvindt. Ja, nou, mevrouw, daar valt u dus echt met de neus in de boter, hè? Ja. Zelf ook kiezen of ik hier zou, of ik bij mij in de caravan zou blijven. Maar ja, ik dacht van, eerste keer vliegtuigspot en dan komt dat een enorme grote vliegtuig aan. Ja. Ik dacht van, nou ja, dat wil ik wel heel graag zien. Je hebt er geen spijt van? Nee, totaal niet. En dan plotseling onrust. Wordt het wel de polderbaan? Op het nieuws van 12 uur wordt plotseling de Zwanenburgbaan genoemd. Dat zal toch niet waar zijn? Dat is triest. Ja. Zeker weten? Nee, joh. Ja. Zwanenburg. Ik bang wel. Ja, dat is bijna, dat is niet meer. Kijk, komt hij aan. Nou, dat zou wel zo'n kleintje zijn. Nee? Meneer, we zijn helemaal ingenomen. Het is niet leuk van het halen. Het is een klein shirtje om even hier te leggen. Ja, hadden we het best even kunnen doen. Of in ieder geval even informeren dat we naar de andere baan moesten op tijd. Ja, pech gehad. We gaan het doen, we gaan met vakantie, maar ik ga niet. Wel thuis. Tot ziens. Heel slecht als je praat over van, ben je ten dienste van je publiek? Ja. Dan zeg ik, nou, je laat het wel knap afweten. Ja. Ja, ik sta eigenlijk met de mond vol tanden, want ik zeg, het kan niet misgaan, we moeten op die 3800 meter baan landen. Ja, op de polderbaan. Op de polderbaan, daar moeten we landen. En nou, ze laten het ons en het publiek in het algemeen laten ze gewoon afgaan. Als ja, want hoeveel mensen zijn hier wel niet? Nou, ik denk toch zeker dan 5.000, 6.000 mensen. Het zijn niet alleen maar fanatieke spotters, nee, hier ook gewoon niet. Mensen die voor een lol even langskomen. Gewoon even in de krant lezen, op de site kijken en ja. Ah, voor het eerst zien, ik dan die A330. Ja, je hebt hem gezien als dinktootje. Ja. Maar, dan heb ik zoiets van, ja bedankt in ieder geval. Ja. Dat je publiek hier staat en die staat er uiteindelijk voor jou. Ja. Want het is hun boterham. Ja. En dat, stelt hem hartstikke teleur. En ik denk honderden mensen denken van, hey, was dat het nou? Ja. Sorry. Nee, het is echt, ik ben niet alleen boos, maar zwaar teleurgesteld. Ja. Echt. Nou, dank u wel. Voor beide landingsbanen, de Zwanenburgbaan en de Polderbaan, waren de vliegtechnische omstandigheden gelijk. Dat maakte dus niet uit. Net zoals het voor de verkeersleiding van Schiphol en de leiding van Emirates kennelijk niet uitmaakt dat er duizenden toeschouwers deze eerste commerciële landing wilden meebeleven. En volgens mij staan ze hier nog uren in de rij. Denk ja. Ik. Als er twee van de andere kant komen, zit alles vast.